Welkom bij de Vlotte Vlecht. Vandaag laat ik jullie de boksvlecht zien. Ik heb het haar allereerst even in twee staarten verdeeld, zodat ik kan laten zien hoe de vlecht uiteindelijk wordt. Dat zien jullie aan de rechterkant. Ik heb het haar wat vochtig gemaakt, omdat het dan wat makkelijker vlecht en je niet van die plukjes hebt, zeg maar, die wegspringen. Je kan er ook voor kiezen om het haar gewoon los te laten hangen en vanuit daar te werken. Ik verdeel het haar in drie plukken. Dus 1, 2 en 3. De middelste streng, die splits je. Op deze manier. Daar ga je een van de buitenste strengen, dus streng 1 of 2, ga je daar doorheen halen. Door die middelste streng die je dus gesplitst hebt. Op deze manier. Dus je haalt hem, de buitenste streng doe je dus door de middelste streng heen. Dan ga je eigenlijk weer hetzelfde doen. Dus je gaat de middelste streng ga je weer splitsen. En je haalt de andere buitenste streng haal je daar doorheen. Op deze manier. Je splitst weer de middelste streng. En je haalt de andere buitenste streng er weer doorheen. Dat doe je dus om en om. En zo ga je eigenlijk door, totdat je bij het einde bent.